Welkom bij weer een nieuw weekjournaal van Fase.nu TV. Veel kijkplezier! De groentetuin van de Kannenburg. Op 16 augustus namen we een kijkje in de groentetuin van de Kannenburg. Deze tuin is aangelegd in opdracht van Maarten van Rossum. In de groentetuin werden gewassen verbouwd die niet voor de gewone man waren weggelegd. Als onderdeel van het herstelplan van het kasteel werd ook de groentetuin hersteld. De tuin zit pal achter restaurant Het Koetshuis. Vanaf het terras is er een prachtig zicht op de tuin. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van het Gelders Landschap. De intentie is dat dit een plaats wordt waar mensen makkelijk met elkaar in contact komen. Er kan samen worden gewandeld langs de bloemen en planten en men kan uitrusten op het bankje en genieten van het uitzicht op de vijver. De markt. De slogan van de Fasense ondernemersvereniging is Fase leeft dag in dag uit. Met deze slogan in het achterhoofd zijn er de afgelopen zomer diverse activiteiten in het centrum van Fase georganiseerd. Afgelopen zaterdag 20 augustus stond het centrum in het teken van de snuffel- en restantenmarkt. Iedereen die tweedehands spullen te koop had, kon een gratis grondplek inrichten. Over de hele dag mocht de markt zich op veel belangstellenden verheugen. Biljarttoernooi. Op zaterdag 20 augustus werd voor de eerste keer bij Café van de Schepop in Emst een groot bonenstaak biljarttoernooi gehouden. Winnaar van dit eerste bonenstaak biljarttoernooi werd Marco Rodijk. Als tweede eindigde uitbater Gerrit Tellegen en met de derde prijs ging Bas Raatsveld naar huis. Velen weten waarschijnlijk niet wat nu eigenlijk een bonenstaak biljarttoernooi is. Het is ooit zo'n 25 jaar geleden ontdekt in Brabant en nu dus ook in Emst. Normaal vindt het biljarten plaats met een keu, maar bij bonenstaakbiljarten is dat heel anders. Een bonenstaak wordt in principe gemaakt van wilgetenen. Knotwilgen moeten ieder jaar geknot worden. Als er een beetje tenen aan zitten, zijn ze soms wel meer dan 2,5 meter lang. Deze zijschuitjes worden er dan afgeknipt. En met deze stokken werd zaterdag gebiljart. En dat was sensatie alom.
Veel deelnemers kregen er pijnlijke handen en armen van. En ook het biljartlaken had het zwaar te verduren door de zijscheuten van de stokken. Maar dat was geen probleem, want één deze dagen komt er een nieuw biljartlaken op. Er werd gespeeld met pools van 10 deelnemers. De beste 5 van iedere pool gingen over naar de volgende ronde. Uiteindelijk kwam er een finale pool en daar kwam Emstenaar Marco Rodijk als winnaar uit de bus. Volgend jaar komt er zeer zeker een vervolg van het bonenstaak biljarten.